De Nationale Assemblée is weer voltallig nadat Yvonne Mabo vanmorgen tijdens een openbare vergadering is beëdigd en toegelaten. Mabo komt in de plaats van Frederik Finissi, die nu districtscommissaris is. Dat Mabo lid is van de NDP bleek duidelijk. De groep die haar het DNA-terrein heeft binnengebracht, deed dat met vlaggenvertoon en muziek. Ze zijn vanaf de congreshal in optocht gelopen naar de Nationale Assemblée. Wij spraken Mabo kort voor haar beëdiging. U bent hier naar binnen begeleid. Dat wil zeggen, u wordt helemaal gedragen. Helemaal, dat klopt. De ondersteuning is er? Het is er. U heeft zich voorbereid op deze dag? Ik heb me helemaal voorbereid op de dag. En weet u, nadat u toegelaten bent, wat zal uw eerste prioriteit zijn? Mijn eerste prioriteit is dat ik me wil focussen op het onderwijsgebied. Ja. Dus we gaan mevrouw Mabo zich sterk horen maken voor onderwijs? Ja, klopt. Succes. Dank u wel. In de Nationale Assemblée zijn de geloofsbrieven van Mabo door een commissie onderzocht, waarna zij in handen van voorzitter Jennifer Simons de belofte aflegde. Het nieuwe DNA-lid van Brokopondo is daarna als eerst door voorzitter Simons verwelkomd in het parlement. Ik moet zeggen dat op u nu ook voor u nu ook de uitdaging staat dat u van de fractie waar u toe behoort, de zoveelste vrouwelijk lid bent. En ik denk dat we dan hiermee historisch schreven met het percentage vrouwelijke leden. Maar ik ga u zeggen, het zijn niet zomaar vrouwelijke leden. We hebben een aantal zeer flinke leden hier in het parlement, in de eigen fractie en in de andere fracties. Dus u moet zich daaraan aansluiten en uw stem als vrouw, vrouw van het binnenland van Brokopondo ook, hier in het parlement laten horen. Mevrouw Yvonne Virginia Mabo, de fractie NDP Takai Kwadenuku Hiwati. Mevrouw Mabo heeft inderdaad heel veel ervaring, 23 jaar gezeten in het onderwijs, sociaal-cultureel actief geweest en nog steeds actief is. Ik denk dat we na mevrouw Wilson in korte tijd een tweede krachtige vrouw krijgen in het parlement. En daar is de fractie van de NDP enorm trots op. En voorzitter, inderdaad schrijven we geschiedenis, want dit is de 11e vrouw, 11 van de 26, en dat is 42%. En dat hebben we nooit gehad in Suriname. Wij van PL-fractie feliciteren u en we verwelkomen u in ons parlement met de meerderheid van het mannelijk geslacht. Maar dat gaat ons niet klein maken. Wij verwachten u als vrouw, als collega, dat wij het verschil gaan doen maken. Dat wij vrouwen ook die stem gaan uitbrengen om die ontwikkeling te brengen voor ons land, ons mooi land Suriname. We zijn blij dat u de gelederen bent komen aanvullen. En we weten dat het werk van ons één is waarin we inderdaad behoorlijk moeten inzetten. En ik twijfel er niet aan. U bent onderwijzer, rest geweest of leerkracht. Van huis uit ben ik ook leraar. En ik weet wat het betekent om in een klas te staan met een heleboel kinderen van verschillende karakters bezig te zijn. U zult die verschillende karakters hier ook tegenkomen. En u moet bijzonder wijs zijn om met die karakters om te gaan. Dus al willen wij als mannen dominant zijn, kan ik u verzekeren dat als het niet de volgende verkiezing is, zal het de verkiezing daarna zijn, dat we hier meer vrouwen zullen hebben en wij als mannen zullen opkomen om 50% mannen. Mevrouw Mabo, heel hartelijk welkom en wij wensen u heel veel kracht, wijsheid en succes toe in het werk dat u rest nog in de komende maanden. Gadono Bungado, dat hebben we aangeleerd en natuurlijk met de zegen zoals hier net uitgesproken wensen we mevrouw Yvonne Mabo veel kracht, succes toe in haar carrière.
En wij als VHP-fractie feliciteren haar. En hopen dat wij als collega's hier een prettige samenwerking kunnen aangaan. Als we kijken dat ABO vertegenwoordigd is 40% vrouwen. En nu zit NDP met 42. We zitten niet ver van elkaar. Dus het is een hele goede ontwikkeling. Namens de gemeenschap van Brokopondo, mevrouw Yvonne Mabo, Utakaiwa Sutikwaini. Ik wil namens de regering eerstens het geachte lid, mevrouw Mabo, feliciteren en tweedens haar succes te wensen met het werk in het parlement en dat de regering mag rekenen op een prettige, maar vooral constructieve samenwerking. Nogmaals, gefeliciteerd. Ondernemerschap is een van de zaken waarvoor ik ook zeker zal vechten, omdat Brokopondo bekend staat als het district waar iedereen elke dag onderneemt. Dan heb ik het over de goudzoekers, landbouwers, buschauffeurs die elke dag de routes onderhouden, verkopers, kunstenaars, winkeliers, bootslieden, noem maar op. Dat was het nieuwste lid van de Nationale Assemblée, Yvonne Mabo, die vandaag is beëdigd en toegelaten. Mabo zegt te zullen opkomen voor de rechten van de kinderen van haar district Brokopondo.